Ik wens haar man van harte beterschap en die is geopereerd. Ja, Rijk is ook wel nieuwsgierig. Ja, hallo lieve vrienden. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 4 februari. Ja, en het is 11:40. Ik ben al met de hondjes weg geweest en ik ben net weer terug. Ja, ik ga zo meteen in de keuken aan de gang, maar ik krijg ook Karin op bezoek. Niet mijn dochter, nee, andere Karin. En die mag ik niet vloggen vanwege haar werk. Dat is mijn nieuwe begeleidster. Ja, ik zit dus niet meer bij Zere Loon. Dus Jack komt niet meer. Sandra komt niet meer. Althans, niet voor het werk. Ik denk dat Sandra wel eens een keer zal komen voor een bakje koffie. Maar Jack niet meer, denk ik. Nee, denk ik niet. Maar in ieder geval Sandra wel. Ik heb ook gisteren nog met haar geappt. Ik wens haar man van harte beterschap en die is geopereerd. En ja, dat, ik hoop dat het goed mag gaan met de nieuwe pacemaker. Hoe heet dat, pacemaker? Weet ik veel. Maar ik hoef zo'n ding nog niet. Gelukkig niet. Nee. Ik hoef niet zo'n rikkertikkertje te hebben. Nee. Oh nee, zo. Ik schrik me rot. Ja, die blouse is een kreukelblouse hoor. Daarom moet je niet op letten, dat hoort zo. Die mag niet gestreken worden. Dus ik heb mijn goud dus het strijk goed weggehaald. Ja, ik heb hem zo gekocht. Het is gewoon een hele wijde blouse. Ik heb hem ook wel eens aan, gewoon op een legging zonder wat eroverheen. Maar ik wou dit aan en zonder mouwen is dat toch weer te koud. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik wens jullie ook natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En ja, daar zit vanaf. En daar komt net Gerijk aangetjouwd. En Elwin weer op de bank. Nee, Rijka, jullie zaten zo lief. Hé, hey, Rijka, je lacht het zelf ook uit. Ja, blijf daar maar. Ja, niet altijd zomaar doen. Het is ook een keer genoeg, hè? We hebben net gelopen, wees eens lief. Hé. Hey. Nee, Rijka. Nou is het jij, hè? Schiet op. Nou, voilà. Pas zo, denk erom. Allebei lief zijn. Ja, ga maar liggen. Zo, ja toch? Ja. Nou ja, ik ga dus dat opruimen. Ik wil die keuken weer schoon hebben, want het ziet er niet uit. Dat heb ik geloof ik nog wel gezien, toch? Het is een dikke puinhoop. Ja, nou ja. Ook ik heb dat wel eens, ja. En vlogs in elkaar zetten. En dan moet ik zien dat ik deze kaartjes ook van de week, het is vandaag donderdag, in ieder geval met het weekend, deze telefoon weer leeg haal. Want nu zitten ook de filmpjes allemaal hierop en allemaal door elkaar heen, dus de foto's, et cetera. Dus het wordt een heel uitgezoek. Nou, ai, ai, ai. Maar oké, komt goed. Vandaag krijg ik ook een nieuwe wasmachine, dus woepie de woepie. Jee, ja, het zal wel moeten. En het schip met geld is niet langs me gekomen. Nee, echt niet. Nee, was waar. Ja, hak maar zoveel geld als er. Oeh, nou. Dan had ik ook gelijk mijn vloer wel aan kunnen, had ik kunnen laten doen en had ik een container laten komen daar met spullen in. En ik had, de, weet ik veel waar, naartoe gegaan met mijn diertjes en ik had precies een knap aan mijn huis maar op. Simpel. En ik zorg me dat hij eruit gaat. Simpel, ja. Maar oké, dat is voor mij niet simpel, nee. Het
misschien voor een ander wel, meer voor mij. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het begon hier net alsof het mooi weer zou worden, want ik heb vannacht niet geslapen. Het was een beetje rooig, de lucht. En later was het ineens zomaar dicht van de mist. Ik dacht, oké. Maar nou kon ik toch wel vrij ademen buiten, want het viel wel mee. Het is meer hoger, maar ik zie daar toch wel weer een beetje dichter worden. Dus ja, het zal op en neer gaan met die mist. Ja, we merken het wel. Ja toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en probeer zelf een zonnetje te zijn. En hou jij even op, jonge dame? Ja? Met tegen me aan te klauteren? Elwin. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, geniet en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer even retour. Ik heb nog geen vlog in elkaar gezet, maar ik heb wel filmpjes in mappen al gedaan. Ik ben daar net klaar mee. Ook is mijn nieuwe wasmachine er al, daar ben ik helemaal blij mee. Hij was er dus al eerder dan eigenlijk mijn begeleidster Karin kwam. Ik ga nu met de woefwaffies naar boven, want ik ben back en back en back en back af. Ik kan mijn ogen amper openhouden en daar gaat de telefoon. Dat is mijn Karin, onze Karin. Dus ik zeg, lieve vrienden, ik ga even slapen. Tot later. Doei. Nou, lieve vrienden, mijn nieuwe wasmachine. Ja, Rijk is ook al nieuwsgierig. Kijk, en daar is het grijs. Dacht hij van, hè, wat is dit? Maar dat is gewoon die deur ook. Dat is wel gerekker. Dat is mooi. Ja, en een deurtje open. Oh. Ja, mooi ding. Ja, en dan heb ik beneden. Ja, dat kan. En dat voel je niet. Want, hoe heet het? Kan dat wel er graag op leggen. En dan wordt hij zo vies van. En ik heb beneden. Plakplastic, marmer, wit, en dat plak ik er overheen. Ja, hij moet even een beetje schoongemaakt worden, want hij is een beetje korrelig. Ja, maar hij is mooi. Ja. Yeah. Super. Nieuwsgierig, ach ja.